Terwijl ik door de co-assistenten genaaid werd. Komt hij erbij? Werd alles gefilmd door een cameraploeg van SBS. En waarom werd alles gefilmd door een cameraploeg van SBS? Dat is wel aardig om even te vertellen, dames en heren. Omdat half februari komt eindelijk de real life soap van de Vondhekjes op de televisie. Ja, en die wordt leuk. Die wordt echt heel leuk. We hebben al wat opnamen gemaakt. Je ziet bijvoorbeeld heel leuk spelen met de kinderen. Die zeiden daarna wel, papa, waarom moet dit? Dat hebben we nog nooit gedaan. Je ziet me heel vrolijk wandelen met mijn vrouw, dineren met mijn schoonmoeder. Dus ook het hechten van mijn wenkbrauw werd gefilmd. En terwijl ze dat aan het filmen waren, ging bij mij de telefoon en werd ik gebeld door de Viagra-zender Max. En de Viagra-zender Max, die zei, goh Joep, jij bent nu toch ook een van de wat oudere cabaretiers aan het worden. Misschien vind je het leuk om gewoon eens een keer een middag te komen keuvelen met onze nationale theemuts Loretta. En als je dat handig bent, neem meteen je glossy even mee. Want we moeten het er toch even over hebben, dames en heren. Ik heb sinds kort een eigen glossy, dames en heren. Ja, nee, dank u. Want heel veel mensen hebben mij gevraagd, waarom toch? Nou, ja, ik ben een bekende Nederlander. En een bekende Nederlander heeft zijn eigen glossy. Matthijs heeft er een, Linda heeft er een. Komt binnenkort een hele leuke woonglossy, de Belinda. Die wordt erg leuk. Ja, vooral mooi fotowerk van Rob de Nijs. Wordt heel leuk. Ja, en Rob heeft een hele speciale techniek, hè, van foto's nemen. Je ziet nooit een toestel. Nee, dat zit in het spleetje van zijn tanden, weet je dat? Ja. En dan komt hij ergens binnen en doet hij... En daarom heeft hij ook rattenketen. Maar goed, het aardige was... Er zijn veel meer mensen die hebben nog meer een glossy. Die hebben er nog meer een. Rukvelder of Goedele Likkens, Katerien. Nou goed. En nu komt, of nu is dus de Joep. En nou, ik zal even vertellen, wat staat er in de Joep? Ja, allemaal heel echt Joep, hè. Hoe maak ik mijn kerstkonijn het best klaar? Heb je hem? Ja. Wat is het beste alcoholvrije bier? Heb je hem? Ja. Hoe kan je lekker neuken in een IKEA-stapelbed? Ja. En natuurlijk de rubriek lesbisch tuinieren, oftewel potten met planten. Nou, allemaal prachtig. Niks aan. Ik had nog niet neergelegd, of daar ging de telefoon en ik werd gebeld door een zekere Bridget. Ik zei, wat is een Bridget? Ja, Bridget wilde weten of ik een hond had. Ik zei, hoezo? Ja, want dan kon ik meedoen aan Woef. Hoe word ik een beroemde hond? Ik zei, wat is dat? Ja, dat was een televisieprogramma. Ik zeg, en hoe werkt het dan? Ja, ze zei, dan gaat er een bekende Nederlander met zijn hond door het beeld lopen en dan wordt Woef een beroemde hond. Ik zei, die co-assistenten, ben ik onder narcose? Ze zei, nee, ik ben wel bij. Ik zei, is dat echt een televisieprogramma? Ja, ik zei, dat wordt opgenomen. Ja, ik zei, wordt uitgezonden. Ja, ik zei, wordt naar gekeken? Nee, werd niet naar gekeken. Ik zei, liever, ik heb geen hond. Ze zei, nee, maar dan mag je de hond van onze buren lenen. Ik zei, wat is dat er voor een? Ja, dat was een bokser. Ik zei, nou, dan moet ik op dit moment even niet aan denken. Ja. Daarbij moest hij ook nog een kunstje kennen. Ik zei, nou, als hij alsnog het logo van Talpa kan schijten, dan kom ik even langs. Nou, dat kon hij niet, toen hebben we hem aangeboden om het zelf te komen doen. Maar dat mocht hij. Nou, ik had toen niet neergelegd, maar dan ging ik weer de telefoon en ik werd gebeld door Verzekerde Luciel. Zie je wie? Ik verstond die naam niet. Ik zeg, spel je naam maar even. Nou, L-U-C-I-L-L-E. Ik denk, oh god, dat is dat meisje van die bejaarde ballenbak van Lingo natuurlijk. Nou, dat meisje moet je een beetje voorzichtig mee doen, want er is wat mee. En, ja toch? Ik bedoel, als je vrijwillig als sidekick naast Andries Knevel gaat zitten, dan is er wat met je. Dus nog. Dus ik zei, nou, ik doe even niet mee. Ik had hem niet neergelegd of ik werd gebeld door eigen huis en tuin van RTL. Of ik het leuk vond als bekende Nederlander om mijn tuin op te laten knappen. En dan kreeg ik helemaal gratis een tuinameublement van Jan de Boevri. Ik zei, ja, maar ik heb geen open haard. Nou, dat is wel ook weer... Ik had nog niet neergelegd of ik werd gebeld door onze nationale knuffelnicht Albert Verlinde. Ik zeg, ah, jappie, ze dag, joepie de poep. Ik zeg, ik zeg, waarom bel je poppenvlecht? Hij zegt, nou, omdat ik boos ben, Joepie de Poep. Ik zeg, oh, op wie ben je boos, Appie? Hij zegt, nou, ik ben boos op jou, Joep. Ik zeg, oh, maar wat heeft Joepie de Poep dan gedaan? Hij zegt, nou, je hebt me heel erg gekwetst. Ik zeg, ja, maar dat is Joepie de Poep zijn werk. Daar wordt Joepie de Poep goed voor betaald. Ik zeg, maar wat heb ik dan gedaan, schat? Nou, wat had ik gedaan? Ik had hem ergens op een of andere radio uitgemaakt voor een opwindnicht met een sleutel in zijn rug. Nou. Ik zeg, ja, en wat klopt daar niet aan? Hij zei, ik wil weten waarom je het gedaan hebt. Ik zei, nou, dat zal ik dan één keer heel goed uitleggen. Omdat jij in mijn wijk zit te klussen. Want jij bent vorig jaar begonnen door op de televisie een of andere roddeltrol voor hoer uit te maken. En dat is mijn werk. Hij deed wel goed trouwens. Hij zei, hoer, ik heb het meteen gedownload als ringtoon. Is leuk als mevrouw belt, zeg ik. Ja, maar goed.
Hij was echt boos. Hij zei, ik ga er een advocaat op zetten. Dus ik zei, op welke advocaat kan ik rekenen? Nou, je voelt hem al aankomen. Tijd zat, Bram Moscovici. Hij zei, ken je die? Ik zei, natuurlijk ken ik die. Dat is toch die gozer die zo uit zijn bek stinkt dat als hij een klant heeft dat er een plaat glas tussen moet, of niet? Hè? Ik zeg, dat zal toch ook wel een homo zijn, zei hij, hoezo? Ik zei, die zie ik er ook altijd roddeltjes voorlezen. Hij schijnt het nu niet meer te doen, maar die zag ik altijd bij RTL Boulevard. Vond ik altijd zo'n raar moment. Zie je een Nederlandse topadvocaat en die begint dan over de scheiding in het schaamhaar van Gerard Joling. Ik denk, het zal niet lang meer duren en de premier doet mee. Heeft hij al gedaan, maar goed, het is toch prachtig. Ja, het is toch niet te geloven, man. Nou, maar hij was echt boos. Hij was vooral boos dat ik hem, die Moscovici, dat ik hem voor homo had uitgemaakt. Ik kreeg Bram persoonlijk achter me aan. Waarom ik nog even dacht dat ik gelijk had, weet je wel. Ja, maar, toen werd ik gebeld door een andere rubriek. En zei de meneer Van Dijk, bent u bang voor Bram Moscovici? Ik zeg, ik voor die pisnicht. En dat was dom. Dat was dom. Dat ging geld kosten. Ik kreeg een claim aan mijn broek van 10 miljoen euro. Bram wilde mij helemaal failliet, heb ik. Nou, Bram, dan moet je nog even doorklimmen, vriend. Even de studenten gek maken. Maar goed, uiteindelijk heeft hij mij helemaal failliet gekregen. Ik heb mijn huizen moeten verkopen. Mijn oude antieke auto's werden weggesleept. Mijn wijnkelder is geveild. Mijn geld was op. Dus mijn vrouw liep weg. En het enige wat ik nog had, was een karretje en een bed. En met dat karretje en dat bed heb ik nu een seizoen lang langs de theaters getrokken. Om te proberen nog een klein kapitaaltje te vergaren. Maar eerlijk gezegd ben ik helemaal al lager al. Het gaat niet goed met me. En als het niet goed met je gaat, wie komt dan kijken? De roddelpers. En waarom komen die kijken? Omdat het niet goed met je gaat. En namens wie komen ze kijken? Namens u. En u zult zeggen, nou, ik lees het alleen maar bij de kapper. Nou, dat is niet te zien. Nee, maar het is waar. U heeft ook recht op mijn privéleven, want ik ben artiest. En als je artiest bent, dan heb je geen privéleven. Ik bedoel, wat ik hierna ga doen, u mag alles weten. Mijn leven houdt niet op daar op de rand van het toneel. Bij Jim Bakken bijna wel, maar dat is een heel andere vrouw. Nee, maar ik heb de hele dag heb ik dat soort types achter me aan. En weet je wel, met zo'n grote telens. Ik heb laatst met zo'n fotograaf gevochten om de Daphne Dekkers trofee. Echt flink knokken. Ik duwde die telens 40 centimeter in zijn anus. Vond hij te weinig. Je had een tijdje bij ADO gekiept en komen, wat hebben ze? Ja, maar het is toch niet te geloven, man. Het is toch niet te geloven. Ik bedoel, ik ben cabaretier. Ik ben 30 jaar geleden ben ik cabaretier geworden. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga wat dingen losmaken. Ik ga wat doen. En nu 30 jaar later, ik ben bekende Nederlander. En wat houdt dat in? Ja, wat houdt dat in? Dat je de hele dag inderdaad alleen maar types achter je aan krijgt. Of je wordt gebeld. Dat is ook zo leuk. Bekende Nederlander. Want tegenwoordig heeft elke internetsite, krant, damesblad, glossy, maar ook radioprogramma, tv-programma, hebben allemaal de rubriek de mening van de bekende Nederlander. Dus dan gaat opeens bij de telefoon. Vaak versta je niet eens wie het is. Hallo, ik zeg ja, dag. Dag meneer Vertek, we hebben even een vraag. Er is hot news. Ik zeg nou zeg maar. Ja, Inky Tinky van de Teletubbies is homoseksueel in Polen. Kunt u daarop reageren? Ik zeg nou, ik wil het nieuws even verwerken. Mag het? Ja, ja. Een tijdje geleden werd ik gebeld, er was een of andere voetballer, Kromkamp of zo, die had zijn vrouw een peut verkocht op een parkeerplaats. Wat vindt u ervan? Ik zei, ja, dat doe je thuis. Weet je, dat zijn we niet graag.